Nou, toen ik een jaar of vijf geleden uit mijn werk kwam, vroeg mijn dochter: papa, wat doe je eigenlijk met die freesia's in de kas? Ik zeg, die verkoop ik aan mensen. Oh, maar waarom kopen die ze dan? Ik zeg, omdat die bloemen, ze zien er mooi uit en ze ruiken lekker. En daar worden mensen blij en gelukkig van. Maar papa, word je er zelf ook blij en gelukkig van? Ik zei ja, maar toch knaagde er iets, omdat ik weet dat er voor de productie van die bloemen veel aardgas verstookt wordt. Ik denk, dat moet toch anders kunnen? We zijn toen na gaan denken en een lange zoektocht heeft ons uiteindelijk geleid tot het aanleggen van een zonneboilerveld. Met dit zonneboilerveld wekken we in de zomer warm water op. Deze slaan we vervolgens op in de grond op 180 meter diepte. En in de winter pompen we het op en met de warmtepomp verwarmen we dan de kassen. Deze systemen vragen wel heel veel stroom en dit wekken we dan vervolgens ook weer op met 900 zonnepanelen op ons schuurdak. Dit leidt uiteindelijk tot een energiebesparing van 750.000 kuub aardgas, wat we met dit grootste zonneboilerveld van Nederland opwekken. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het verbruik van 500 huishoudens. We kunnen dan ook zeggen dat onze freesia's jaar rond fossielvrij verwarmd worden. Kijk, en daar word ik erg blij van.